Hi, Toad Fails hier en welkom bij een video genaamd Allumette. Allumette is een video die een verhaal vertelt van een weesmeisje die leeft in een fantasierijke stad in de wolken. En we gaan zien of het wat is. In ieder geval veel plezier met kijken en ik hoop dat mijn video tussen mijn Oculus schrift goed zit, zo te zien wel. Dit soort dingen hou ik enorm van. Ik vind eigenlijk de video's die je kan bekijken met Oculus schrift vind ik sowieso leuker dan het spelen van spellen. Ik weet trouwens niet of ik bij deze video moet staan of zitten, maar... gevoel dat je haar zo kan aanraken. Alsof ze maar 10 centimeter van je afstaat. Vliegend schip, gebeurt niet. Het is grappig dat alles vloeiend weegt en dat alleen het popje een soort van houterig is. Ja, mijn microfoon is ook in de weg, heerlijk. Hmm.
Dat is hetzelfde schip volgens mij. Nee. Zo'n blinde geleidestok. Zijn ogen zitten dicht. Ja, altijd voor je medemens zorgen als dat kan. Die ze van haar moeder heeft gekregen. Volgens mij. Stort hem mee. Nou, misschien tot op tweede. Ik vraag me af hoe zij daar beneden moeten komen, aangezien ze boven de wolken zitten. Ze staan volgens mij met elkaar in verbinding.
Oh nee. Het kind het zit daarin. Ik kan alleen dan een band vliegen. Is iets aangestoken of zo? Diegene die daar aan het zingen is, gewoon het optreden. Je ziet toch wel dat iets aan het branden is en naar beneden gaat. Maar sowieso inderdaad, het kind is belangrijker. De rest kan vervangen worden. Wat wel? Mensen beneden zien steeds niks. Dat is een hele vreemde herinnering die je eigenlijk liever niet zou willen hebben. Ik zal ze ook de laatste gaan gebruiken. Of bewaart ze die? Wat is dat dan? Iemand die bestaat, heb ik zo te zien. Ik kan het alleen niet goed zien. Iemand die de warmte liefde goed kan gebruiken. De moeder die zich opoffert voor anderen. Tja. Mooi verhaal. Goed gedaan ook.
Ja, het lijkt erop dat we de video nu helemaal hebben gezien. Ik vind het echt een heel goed verhaal. Een moeder die zichzelf opoffert voor andere mensen, zodat het niet nog meer gewonden en dingen vallen. Alleen jammer voor het kind dat hij zo'n hele nare ervaring, moet afsluiten. Maar ja, soms hoort het erbij, denk ik. Ik durf het niet te zeggen. Maar al met al, ik vond het een hele goede video. En met ook eigenlijk een hele duidelijke boodschap. Voor nu ga ik het hierbij laten. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren als je het nog niet hebt gedaan. En bij deze, tot de volgende video. Later.